verwachten je al. Ik ben Vertella, een vee en je persoonlijke assistent. Het Koninkrijk heeft me gevraagd om je de fijne kneepjes van het ranchbeheer bij te brengen. Ik weet zeker dat je het prima gaat doen. Geen zorgen, ik ben hier om je te helpen. Maar je kunt vast niet wachten om iets te leren. Laten we beginnen met het bouwen van je ranch. Kom op, aan de slag. Eerst heb je een zadelruimte nodig. Dit is de catalogus. Hier koop je gebouwen, decoratieve items en meer. Maar voor niets gaat de zon op, dus zorg dat je genoeg edelstenen hebt voor je iets koopt. Hoeveel wezens je kunt adopteren. Het maximale aantal wezens dat je op je ranch kunt hebben, zie je bovenin je scherm. Nu moet je een plek maken waar je wezens kunnen uitrusten. Laten we een stal bouwen. Nu kun je je eerste wezen adopteren. Volg gewoon mijn instructies op het scherm. Oh, kijk al die wezens nou toch. Want er is geen slechte keuze. Adopteer. Deze zal rusten in zijn stal na activiteiten om energie terug te krijgen. Eens kijken hoe het met je wezen gaat. Om hun staat te zien, volg mijn instructies op het scherm. Je wezens, kun je hun stallen veranderen of hen aan het koninkrijk doneren. Je kunt de staat van je wezen ook altijd zien door je cursor erop te plaatsen. Je wezen moet ergens eten, maar ook een plek hebben om de benen te strekken. Laten we een verblijf bouwen! Om de verschillende pagina's van de catalogus te bekijken, volg mijn instructies op het scherm. Nu heeft je wezen een plek om te eten en plezier te maken. Het heeft nu alles om gelukkig te zijn. Zeg, ik voel dat ik iets belangrijks vergeet.
Eens even kijken wat er op de doelenlijst staat linksonder in het scherm. Alle aardmannetjes nog aan toe. Natuurlijk, we moeten voor je nieuwe vriend zorgen. Om personeel in te huren, hebben we een personeelskantoor nodig. Personeelskantoren bepalen hoeveel personeel je kunt inhuren. Volg mijn instructies op het scherm om te beginnen met inhuren. Dit is het beschikbare personeel. Ze kunnen allemaal voor je wezens zorgen, maar hebben ook hun eigen speciale vaardigheden. Die vaardigheden kun je zien aan de badges die ze dragen. Personeel ook kunnen ze tijdens het spelen nieuwe badges verdienen. Wezens en studenten kunnen ook badges dragen. Als je niet weet wat de badges betekenen, volg dan mijn instructies op het scherm om de codex te openen. En nu jij. Probeer om 2 personeelsleden in te huren. Personeelsleden werken zelfstandig. Ze zorgen namens jou voor je ranch. Maar zorg dat ze niet te veel te doen hebben. Oké, wat hebben we hier? Een wezen, een stal, een zadelruimte en personeelsleden. Oh ja! Een schuur vol met voer voor je wezens. Die moeten we nu bouwen. Ik wist wel dat je het prima zou gaan doen. Nu kunnen je personeelsleden je wezens voeren. Wat heb je al veel gedaan met deze plek, zeg? Ga zo door en je ranch zal snel de beroemdste in het koninkrijk zijn. Kijk, daar komen wat studenten aan. Die gebruiken dit magische portaal om hier te komen. Als studenten je ranch leuk vinden, zullen ze dat hun vrienden vertellen en krijg je nog meer bezoek. Studenten kunnen lessen nemen met je wezens. Met lessen geven verdien je edelstenen. Die kan je weer gebruiken om je ranch te verbeteren, te versieren en nog veel meer. Lessen worden gegeven in arena's. Er zijn verschillende soorten. Laten we beginnen met een eenvoudige dressuurarena. Deze lijkt erg gelukkig te zijn op je ranch. Het is klaar voor zijn eerste les. Oh, ik kan haast niet wachten om het te... Kies het personeelslid dat de les zal geven.
Hun vaardigheden kunnen de kwaliteit van de les beïnvloeden. Dus kies met zorg. Studenten en wezens hebben voorkeuren. Zorg dat ze zo goed mogelijk bij elkaar passen om meer beloningen te krijgen. Kies een duo en volg mijn instructies op het scherm om de les te beginnen. Genoeg reputatie opgedaan om het volgende level te bereiken. Reputatie helpt het koninkrijk te zien hoe goed je je ranch beheert. Hoe hoger je reputatie... Het koninkrijk geeft je doelen. Sommige doelen moeten worden voltooid voor je het volgende level kunt bereiken. Andere doelen leveren je beloningen op wanneer je ze binnen de tijdslimiet voltooit. Goed, ik heb je alles geleerd wat je weten moet. Ik denk dat je vanaf nu je ranch zelf kunt beheren. Maak er een succesvolle onderneming van. Zorg dat je wezens en studenten blij blijven. En bovenal, maak plezier. En geen zorg als je het even niet meer weet. Ik ben nooit ver. Ik blijf op je passen. Ik moet een rapport opmaken voor de beheerders van het Koninkrijk. Maar ik beloof dat ik snel weer terugkom. Veel succes! Thank you.
was me de week wel, zeg. Elke zondag stuur ik je een rapport van de afgelopen week. Met daarin en dan te bedenken dat ik gepest werd omdat ik op de magieacademie hogere wiskunde wilde studeren. Maar geen zorgen, jij hoeft niets te berekenen. Oké, laten we dit wekelijkse rapport eens bekijken. Het is maandag! Ik ben dol op maandagen. Ah, wat bedoel je? Niemand houdt van maandagen. Elke maandag kunnen we nieuwe wezens adopteren. En solliciteren er nieuwe personeelsleden naar een baantje op de ranch. Maandagen zijn dus helemaal zo slecht nog niet.
Gefeliciteerd! Je hebt zojuist de slaapzalen ontgrendeld. Studenten kunnen betalen om zich in te schrijven en een paar weken op de ranch te verblijven. Er verschijnt een inschrijvingsverzoek op het scherm als de student zich wil inschrijven. Maar let op, je hebt maar beperkt plek. Ingeschreven studenten mogen deelnemen aan toernooien. Om studenten deel te laten nemen aan toernooien, moet je een toernooiclub bouwen. Die vind je in de...
Phew! Gelukkig is er geen schade veroorzaakt. Er zijn momenten waarbij je moet ingrijpen. Oh, maar geen... Je hebt de toernooiclub ontgrendeld. Toernooien zijn net als je student. Als je studenten echter bouwen een toernooiclub en pro.
moet je een personeelslid weten. Laat het toernooi beginnen! Veel succes! Een toernooi?
Heeft de koninklijke familie bereikt. De prins en de prinses van het koninkrijk hebben me laten weten dat ze je ranch willen bezoeken. En nu je een festivalarena hebt, kunnen we ter ere van hen een festival en koninklijke carousel organiseren. Koninklijke carousel zijn net alle arena's in één. De prins en prinses hebben vaak speciale verzoeken. Voldoe daaraan als je wilt dat ze van de carousel genieten. Ik weet zeker dat ze dol zullen zijn op je ranch. Ik ga me voorbereiden op hun komst. Ik laat het je weten als ze er zijn. Oh, ongelooflijk dat ik de prins en de prinses in levende lijf...
festival is begonnen. Oh, dit wordt zo leuk. De prins en de prinses zijn zojuist gearriveerd. Zie je deze balk rechtsonder in je scherm? Dat is je enthousiasme meter. Je moet de balk minstens voor de helft vullen om de koninklijke carousel te kunnen starten.